beetje knieballen ligt voor de ploeg van Hans de Koning. En nu misschien nog meer. En geraakt op een plek waar je niet geraakt wil worden. Kijk, nou. Het was niet goed genoeg van Rijmerik. Essenboom te traag. Ook naar de kruis. En Wolters neergelegd. Wolters ging tegen het gras. Na een botsing wellicht met Luiring. Essenboom. Oh, Wolters. Mag hier een snappen van Essenboom die daar vol aan de noodrem gaat hangen. Dus komt er geel voor die rechtsback. Hij heeft er bovendien last van de hand op de pols. Wolters komt onverschonden uit deze strijd. Of 75-80 op de hoogte van Wolters terecht. Dan blijft liggen voor Wolters. Hoe was ik daar de volgende? Nou, ik denk je toch ongelooflijk sterk aan een overtreding van wie was. Die blijft er gewoon vol op de benen te duiken van Wolters. Sterker nog, zo. Toin, met de reis. Komen en hier vrij wilde actie van Wilfert. Oh, wacht goed zien. Wederom is Wolters het slachtoffer, zo te zeggen. De Wolters. Wolters blijkt opgewacht door Wilfert. Wolters, past dat? Ja, dat past. Op snelheid nu met Menzo. En daar is Wilfert weer terug. Gaat er vrij fanatiek aan toe. De bal zat ertussen. Uit de koers komt terecht bij Rijkelmar die buiten spel wordt gezet. Vandaar die hand omhoog. En dan. Dat brandje blussen, maar dat doet Wolters zelf ook.